Deze nieuwsuitzending die gaat over Nederlands. De structuur van de taal. In het Frans heb je le, homme, et, la, femme. Frans is seksistisch. Ik weet niet zoveel van Spaans, maar ik denk dat in het Spaans dat ook zit. Nederlands niet. Nederlands heeft een verschil tussen de en het. Het is de man, de vrouw. En het kind. De man. De vrouw. Het kind. Ik weet niet of dat op zo'n Duits zit. Die man, die vrouw. Dat is ook een beetje seksistisch. Het Nederlands heeft er geen last van. De man, de vrouw. Klaar. En dat onderscheid, dat heeft dus niks te maken met seks. Want het is de. Dus de ene de is voor die man, die andere de is voor de vrouw. En die het is voor het kind. En het verschil daarmee is dat de, puntje, 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 dat staat voor zelfstandig. Het staat voor dat wat omhoog gehouden moet worden. Je kind moet je tillen. Dus dat is het. Je kind moet je dragen. Daar moet je voor zorgen. Dat is gevoelig. En dat is het. En alle de objecten, de puntje, puntje, objecten, alles wat maar de is. De straat, de tent, de homo, de klootzak, de hufter, de ellendeling, de soepzooi. Dat is allemaal de. Dat is zelfstandig. En als het niet zelfstandig is, dan was het niet. Alles wat het is, daar dien je voor te zorgen. Het licht gaat weer een beetje down, maar ik wacht nog even met de belichting bij te stellen. Ja? Dus je hebt de vrouw, de man en het kind. Je hebt ook de tent en het huis. Ja, een tent is zelfstandig. Een huis niet. Een huis moet je verzorgen. Een huis moet je omhoog houden. Snap je? Een huis heeft zorg nodig. Een tent niet. De tent. Een tent, ja, als een tent wegwaait, ja, dan was het geen tent. Had je hem beter in de grond moeten zetten. Homo. Nou, alles wat een verkleinwoord heeft op zijn Nederlands, dat heeft een het. Want het is klein. Dus het is de vrouw en het vrouwtje. Als het heeft, het is de jongen en het jongetje. Als een jongetje, ja, je kent ze toch wel. Die ongelofelijke stupido's.
Maar ze bedoelen het niet slecht. Dus het, gewoon het. Het jongetje. En dat werkt zich door in die en dat. Dus het is die tent en dat huis. Het is die klojo en dat huftertje. Dat fundament in het Nederlands, je mag het een naamval noemen of whatever, maar het is super simpel. In het Duits heb je dir, dem, das und dem. Dem. Hey, je wordt er helemaal crazy van, man. Ik ga er even een beetje het licht bij stellen, want anders denken jullie dat het nacht is en het is helemaal geen nacht. Het is dag. Dat is erg mooi in Nederlands. Dat non-seksisme, daar gaat het om. Hè? Je hebt dat waar je niet voor hoeft te zorgen. Want die is voor elkaar. De vrouw. Ja, nou en? Hè? Vrouwen mogen ook zijn hoor, dat is geen enkel probleem. De vrouw. Daar hoef ik niet voor te zorgen. Die is toch zelf, of niet? En je hebt de man. Ja, daar hoef je niet voor te zorgen. Die is toch zelf of niet? En het kind. Naast strof, ja. En als je zegt... dan zeg je dus... Als je het over die en dat hebt... Hè? Dus het is die vrouw... Die ging... Met die jongen naar dat feest in die straat. Los hem maar op. Want een feest, je spreekt niet van de feest. Het is het feest. En daarom zeg je dus, die jongen, de jongen of die, dan weet je over wie het hebt. Als iemand zegt, ja, ik heb Karel gisteravond gezien. En dan zeg jij, die jongen ging met die vrouw naar dat feest in die straat. Erg eenvoudig Nederlands. Het houdt je precies op de hoogte. Het is een mooie, korte manier van communiceren. En niet als Fransen galalalalalala en oulala, c'est le métro qui passe. Ja, nou, strof, ja. Ik ken geen enkele andere taal die net zo netjes omgaat met zelfstandigheid. Iedereen mag van mij verrekken, eigenlijk. Persoonlijk dan, hè? Ik heb geen medelijden. Waarom? God heeft geen medelijden met jou, en waarom ik wel? Ben ik moeder fucking Teresa? En wij Nederlanders, wij hebben het mooiste taalgebruik. Het is jammer, het is jammer, het is jammer. Maar helaas. En iedereen die Nederlands leert, die wordt met die wijzigheid besmet. Ze worden allemaal Nederlanders. En een tintje erbij, dat vind ik ook een uitermate goed idee. Als we alleen maar die Hollandse snollen blijven neuken, dan krijgen we incest op de langere termijn. Kom maar op met die Turkse bitches. Oh, niet voor mij, hoor. Nee, hallo, niet voor mij. Ja. Dat kan je zo'n Turks meisje niet aandoen. Een vriendin van mij heeft tegen me gezegd, die Italiaans-Joegoslavische vriendin, van ja, jij moet een christelijke immigrantenvrouw hebben.
Nee, dat doe ik haar niet aan. In als het alarm is, dan kunnen we het ergens over hebben. Maar dan wil ik eerst de familie ontmoeten. En dat zij toestemming geven. En anders doe ik het gewoon echt niet. Maar ik wil iedereen Nederlands leren. En dan niet erudiet. Dat is een kut Nederlands woord. Want als je het even over Nederlands... er zijn een hele hoop woorden in het Nederlands... en die moet je niet uitspreken. Zoals het woord erudiet. Dat doen we even lekker niet. Dan begrijp geen hond. Het Nederlandse woord is belezen. Hij is belezen. Ja, wat houdt het in? Je kan beter zeggen... hij heeft 130 boeken gelezen in mijn bijzijn. En dan heb je een goede getuigenis. Maar is iemand erudiet? Ja, kom op. Afschaffen die woorden. Een ander Nederlands woord wat je niet moet doen... is het woord maar. Never, nooit, niet gebruiken. Ook al ben je een stomme Turkse, half Marokkaanse... met een opa uit Kenia, buitenlander hier in Nederland... maar dan nog gebruik je het woord maar niet. Dat slaat helemaal nergens op. Die jongen ging met dat meisje... Dat kan ook, hè? Die jongen ging met dat meisje... naar dat feest... in die straat. Je goed dat verschil leert, man. En maar hoef je niet te gebruiken. Het woord omdat kan je ook skippen. Daar hebben we helemaal niks aan. Omdat. Ook zo mooi is het woord ja, maar. Kop eraf. Ook van een zullige Turkse koert. Hou je bek, man. Nee, voor zoveel Nederlands iets voorstellen kan. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat Nederlands de beste idee is qua taal. De Grieks heb ik respect voor. Maar ik niet mijn ding. En trouwens, geen hond spreekt het meer tegenwoordig. En zelfs de huidige Grieken, die spreken modern Grieks. En dat is niet dat Grieks uit de tijd van Aristoteles. Nastrofia zou ik zeggen. We zijn echt hopeloos verloren, mensen. En de enige hoop die er nog is, komt van de Nederlands sprekende mensen. Die nog weten tot hoe laat de supermarkt open is. Om wat we weer doen, mooie vrouwen ontmoeten... Kijk, een tent, hè, dat is de tent en het huis. Kijk, een tent, het is echt ontzettend heet, hoor. Maar ik ga nu niet eventjes een of andere porno-show doen. Een beetje opwapperen, het wordt wel koeler. Pff, meer. De luchtvochtigheid is echt richting een Finse sauna. Mijn eigen zweet kan niet in tegen de luchtvochtigheid. Moet een beetje afkoelen, hoor. Maar... wat kouder bier drinken, denk ik. Kijk, Nederlands is de taal. Het is kut. Het is kloten. Het is kleren. Het is kanker. Het is... we hebben nog meer van woorden met een K. Ja. Niet dat ik de Duitsers af wil zeiken. Die, der en das und was. Maar dat Nederlands, dat krijgt toch... dat moet toch een mens uit zijn mond kunnen krijgen. Doe mij 40 uur met de eerste beste Syriër en ik leer hem van die en dat. Die homo ging met dat kut homootje naar
dat klotenfeest in die buurt. Correct Nederlands. Die en dat. Met de en het. Alles wat zelfstandig is, is de. Dus een straat, dat is de straat. Dus als je het hebt over, je wijs je naar iets en dan zeg je dat is die straat. Omdat het de straat is. En een straat hoef je niet te verdedigen. Nee, die ligt daar. Ja. Het is ook de waterput. En niet het waterput. Een waterput is een waterput. Omdat het een waterput is. En daarom is het de waterput. Het is het vliegtuig. Nou. Je weet toch al die vliegtuigongelukken wel? Een vliegtuig, daar moet je voor zorgen. Daar moet je echt voor oppassen. Van, oh, je stapt in het vliegtuig. Oh. Nou, maar hopen dat het goed gaat, hè? Maar het is de vliegmachine. Kijk, de vliegmachine, die gaat niet kapot. Nooit niet. Dat is een gedachte. De vliegmachine, die leeft eeuwig. Maar een vliegtuig van Ryanair, ja, dat is het vliegtuig. Dat vliegtuig van Ryanair, daar gaan we in. En nou maar hopen dat we in Ibiza komen. Dus niet lopen stampen in het vliegtuig, allemaal de veiligheidsgordels om en rustig blijven zitten. En maak de piloot niet zenuwachtig. En lief doen tegen de stewardess. Anders gaat de stewardess gaat lopen wankelen en dan gaat het vliegtuig zo van links naar rechts. En dan storten we neer bij de... Het vliegtuig. Het is de parachute. Zo'n parachute, daar hoef je niet voor te zorgen. Dat is echt niet nodig. Geen enkele reden om te zorgen voor een parachute. Het is gewoon de parachute. Ja, maar dan moet ik hem wel goed opvouwen. Want anders dan spring ik uit het vliegtuig. En dan gaat de parachute niet open. En dan val ik de pletter op Texel. Want daar heb ik een vakantie geboekt. Inclusief parachute springen. En dan vind ik dan toch wel een beetje dat ik voor de parachute moet zorgen. Nee, helemaal niet. Wil jij flikker te pletter, maar die parachute, die... Wow. Ja, die parachute hoef jij geen zorgen over te maken, hoor. Die komt heel rustig omlaag. Er nog meer voor een voorbeeld te pakken. De overheid. He, niet het overheid, maar de overheid. Ja, de overheid, daar hoef je niet voor te zorgen. Die zorgt wel voor zichzelf. Met de zoveelste btw-verhoging. Ja, die jokers die weten wel hoe ze ons aan het werk kunnen houden. Ja, voor de overheid hoef je niet te zorgen. Dat kan je lekker vergeten. Als je die wens hebt van, oh, de overheid is zo zielig. Dat is het overheidje. Ik wil een groter overheidje. Want alles met een verkleinding is erachter. Dus overheid en overheidje. Of huis en huisje. Of jongen. Het is de jongen en het jongetje. Nee, het is niet het overheid. En het is ook zeer zeker niet het overheidje. Want als er iets is wat niet je is, klein is, dan is dat de fucking overheid wel. Een stelletje Mark Rutte aanhangers met een Jan-Peter Balken ellendes. Nee, die zorgen heel goed voor zichzelf. Lekker de tenen van de paus aflikken. Ja, leer mij mijn Nederlands. Geen enkel probleem mee. De revolutie komt uit Nederland.
De Latino's gaan het niet redden. Dat kan je niet van ze verwachten. Dat is te hoog gegrepen. Dat zou zondig zijn. Dan ga je verwachten van Latino's met die stomme taal. Audio, video, aqua, aquam, aquo. En ik ben eigenlijk een kwak-kwak. Ik ben, ik stam af van de eenden. Kwak-kwak. Ja, ik probeer het maar zo serieus mogelijk te houden. Ik praat toch niet uit mijn linker teen of zo. Het licht heb ik trouwens erg mooi voor elkaar. Ik vind ook dat de microfoon staat er goed op. Als een SM58. Dat is niet de eerste, de beste. Totaal volgespuugd en het ding, dat doet het al sinds 1994. Nee, eerder 1990. Die microfoon is 28 jaar oud. En doet het best goed, vind je niet? Er is niks aan de hand. Een heel lang proces voordat we allemaal Nederlands gaan spreken. En voorlopig dan maar met Engels. Maar human being, dat gaan we afschaffen. Dat woord, dat klopt niet. Human being. Beijing is toch de hoofdstad van China? Peking of zo? De mens van de hoofdstad van China. Ja, ik zeg het maar even zo strak mogelijk. Een human being. Aan de weg, ik ben mens. En geen twee woorden nodig om te vertellen wat voor een ongelofelijke klootzak ik ben. Maar gelukkig rook ik, dus dan krijg ik eerder longkanker dan jullie. Dan heb je geen last meer van mij. Maar ik wil niet revolutionair zijn, maar ik ben revolutionair geworden. Dus ik kan er niks aan doen. Ik heb mijn Bijbel gelezen, ik heb Friedrich Nietzsche gelezen, Schopenhauer gelezen. Ik heb de hele meuk gelezen en begrepen. En nu is het klaar, ja. Je luistert naar mijn woord, want anders heb ik helemaal niks te vertellen. Ik wil iedereen een beetje blij wordt. Ja, maar Perry, je moet niet zo snel praten, want er luisteren buitenlanders mee. Oké, bij deze. Ik zal iets rustiger praten. En ik vind het ook zielig hoor, buitenlanders, die allochtonen. Ik ben zelf allochtoon geweest, dus ik weet wat het is. Dat is niet makkelijk. Dan moet je echt aan je taal gaan werken. Ik moest Gronings leren. Man. En die stomme Groningers, die hebben bij het woord kip, hebben ze de letters omgedraaid. Ja, dat moet je ook maar even weten, hè? Een kip, dat heet daar een piek. Ja. En een broek, dat heet in Groningen een box. Ja, wist ik veel. Ik kende wel een boksen van Mohammed Dinges, Alala, Cray, Dingen. Die grote bokser, die lange neger. Die ook zei van, ik wil niet met blanke mensen omgaan. Cassius Clay heette die. Muhammad Ali. Nee, blanke mensen liever niet. Ja, boks, dacht ik. Maar dat was een broek. Ja, wist ik veel. En een pik is een kiep. Oh ja, en een uien, dat noemen ze siepels. Ach. Man, mag ik een Gronings woordenboek. Maar je leert het heel snel, want zoveel woorden zijn er niet. Hè? Wat heb je nou als mens te maken met woorden? Hè? Je hebt uien. Nou, siepels, kan je dat noemen. En je hebt champignons, vind ik ook wel lekker. En die heten Pilsen, op z'n Duits. Pilsen. Ja, is ook lekker. Even die taal leren, kom op maar. Ik weet het, maar dat is heel moeilijk. Zeker voor die buitenlanders.
Ik had met mijn Marokkaanse vriend had ik een gesprek over... Ik ben een boek aan het schrijven. Hè? En dat boek heet Noodlot. En hij heeft dan het tweede hoofdstuk gekregen. En dat heet Cocaïnenacht. En hij zei, ja, wat is noodlot? Ik zei, ja, noodlot. Maar hij wist het niet. Ik denk, what the fuck? En we zaten in de kroeg en hij had mij jenever betaald. Dus ja, dan wil ik ook wel blijven lullen. En je moet mij bij een halve liter jenever geven en dan verwachten dat ik de hele tijd mijn mond hou. Ja, dat gaat niet gebeuren. Ja, sorry hoor, maar het kan een hoop zijn van mensen, maar gaat hem even niet worden. Dus ik door ouwe hoeren en ik ga op zoek naar iemand met een smartphone. Ik zei, wat is het woord noodlot op zijn Frans? Het woord is destin. Le destin. Wat een heel mooi boek. Het zit zo vol met humor. En wat mijn Marokkaanse vriend, Rashid heet hij, zei van, het zijn allemaal eenvoudige woorden. Ja. Want meer heb je niet nodig. Heb je dat goed begrepen? Dus woorden als erudiet, omdat, tenzij, ja maar, dat zeg je nou wel. Ja, hou alsjeblieft je kont in je anus. En ga daar lopen zuigen. En er wordt natuurlijk van mij gezegd dat ik de zuiger ben. Ja, dat is helemaal niet waar. Ja, no sucker. En dat boek Noodlot wordt erg mooi. Het aantal hoofdstukken ben ik het nog niet over uit. En het laatste hoofdstuk wordt Noodlot. Van het boek Noodlot. Het is een mooie recursiviteit. Je leest een boek. En het laatste hoofdstuk heeft de titel van het boek. Dan ben je weer helemaal terug bij jouw begin. En dan weet je in welke soepzooi je zit. Want you believe me dat ik afgedaald ben. Ik lijk godverdomme Lucifer wel. Ik heb al die shitzooi gezien, man. En dan zo heel goedgelovend van, ja, ik ben Perry Winkel en ik bedoel alles goed. En ik ga ervan uit dat de mensen in mijn omgeving ook alles goed bedoelen. Ja, dat is niet waar. Die gedachte van mij, hè. Wat waar is, is dat ik dat dacht. Dat is waar. Maar die gedachte was niet waar. We zijn omringd met een stelletje kuthomo's. Tot en met Jan-Peter Balkenende aan toe. Nee, maar dat is een leuk bericht. En mijn lucifers zijn bijna op. Ja, precies. Hoe moet ik dan naar mijn longkanker komen? Zonder lucifers. Ja, de grap is om het te beschouwen. Meer niet. Jij bent een... Stel, je bent een evolutionist. Stel. Jij bent een zak moleculen. Wat is het probleem? Ja, maar ik als zak moleculen had graag geboren willen worden in een wereld met andere zakken moleculen, zoals jij dat zegt, Perry Winkel, die dan... aardiger zijn. Ja. En dus vind ik God niet aardig. Man, suip je laatste centen op. En maak je pensioenrekening over aan die vrouw die in de prostitutie heeft gewerkt, maar wel eerlijk was. En geef haar die centen. Kom op. En wat gebeurt hier nou? Mijn beeld valt uit. Kan het nou?
Dat kan toch niet? Oh, de fok! Er zit een vlieg voor mijn camera. Nee, dat meen je niet. Ja, er zit een vlieg voor. Ja, die gaat nu opzij. Ja, nu kunnen jullie mij weer een beetje zien, denk ik. Die vlieg zit voor mijn camera. Het is echt een, nou, het is niet een vervelende vlieg. Ik denk dat het een zij is. Maar nee, misschien is het een mannetje. Die verblijft nu al als illegale immigrant al een paar dagen in mijn huis. En af en toe kriebelt hij en dan doe ik zo. Of zo. Dan gaat hij weer vliegen. Dat is echt een bug. Zo'n bug betekent, dat is een term in de informatica. Betekent insect. Best een leuk verhaal hoe dat in elkaar zit. Maar nu ben ik weer in beeld. Hè? Inmiddels begint het te regenen. Dus, En die vlieg ga ik niet vangen. Die kan naar buiten toe als die wil. Dat weet hij ook wel. Die komt hier om te sterven, denk ik. Een beetje een leuke omgeving. En gaat hij zo dadelijk gaat hij hangen en dat maakt niet uit. Ik heb nog een stofzuiger. Ik heb er wel heel veel insecten gevangen. Maar ik vind het ook zo zielig. Hè? Dan vang je een insect, een vlieg of zo, of een mug. En wat moet je ermee? Ja, die moet dan weer naar buiten toe. Af en toe wil ik ook niet naar buiten toe. En dan doe je het toch maar omdat je wil slapen. En dan laat je zo'n vlieg of een mug of whatever. Oh leuk, nou zit die vlieg op mijn microfoon. Hebben jullie dat gezien? Maar dat vind ik ook weer zielig. Dan moet ik denken aan mezelf. Van ja, Perry, als jij nou zo'n vlieg was geweest, had jij het dan leuk gevonden om doodgemapt te worden? Nee, eigenlijk niet. Ja, maar je zit de hele tijd te kriebelen bij Perry Winkel. Nou, het valt wel mee. Het is niet echt een vervelende vlieg. Ik ga geen suikerwater voor hem klaarzetten. Maar hij bekijkt het maar. Hij mag naar buiten. En dan gaat hij af en toe gaat hij op mijn vlees gaat hij zitten. En dan heeft hij weer wat. Ja. Ik ben ook laatst afgelikt door een pitbull terrier of een beest wat daarop leek. Ja, laat ik ook maar gewoon zijn gang gaan. Wat maakt mij dat? Ga ik er dood aan? Nee, ik dacht het niet. Dat is mij niet waardig. Ik ben rustig genoeg van mezelf. Ik ben niet zo'n. Iedereen denkt van wel, maar dat is niet mijn probleem. Die mensen hebben helemaal niks geleerd toen ze jong waren en nog iets tot leervermogen hadden. En toen zijn ze verscleroticeerd. En die denken dat ik een sukker ben. Ja, dat moeten zij maar denken. Niet mijn probleem. Het is al erg genoeg zoals het is. En die donder komt goed door, man. Maar de hele tijd blijft hij hangen onder de rivier. Ik woon in Arnhem, bij de Rijn. Dat water komt van die Duitsers. Ik vraag me af wat de afrekening gaat worden als wij met die Duitsers moeten gaan afrekenen voor al dat water wat uit hun gebied naar ons gestroomd is en wij allemaal opgedronken hebben. Om er maar te zwijgen over dat we de wodka mee gemaakt hebben en dat gevoerd hebben aan mooie vrouwen. En het waren die vrouwen dronken en het hebben we ongelofelijke geile. Ja. En die Duitsers die willen toch een beetje wiedergutmachung. Dat waren onze water, wasser. Sorry voor mijn verspreking.
Ja, het is jammer, het is jammer, het is jammer, maar helaas. Zo heel erg is het niet, mensen. Echt niet. Er is gewoon niks aan de hand. Je hebt de stupiditeit van de mensen. Ja, nou en? Is dat ons probleem? Nee, en normaal niet. Wij hebben geld uit te geven, we hebben te produceren, we hebben... En uiteindelijk alleen maar de heren te dienen. En hoe je dat doet, ja, what the fuck, wil ik jouw leraar worden? Nee. Als je dat graag wil, dan kom je maar naar me toe. En wel een afspraak maken van tevoren. Of dan gaan we naar het streetcafé hier in Arnhem. Krijg je een wodka van mij. Want ik drink niet in mijn eentje. Als er andere mensen bij zijn. Als er geen andere mensen bij zijn, ja, dan drink ik wel in mijn eentje. Maar als er andere mensen bij zijn, dan krijgen ze ook wat te drinken. Natuurlijk. Dat en weer van ouwe hoer. Er is helemaal niks aan de hand, mensen. De totale rust is belangrijk. Ja, maar dan heb ik straks een uitkering en dan hoef ik niet meer te werken. Hé, dat is een slecht bericht, zeg. Oh, wat erg. Kijk, die homo's die onze heersers zijn, tussen aanhalingstekens, die hebben een contract met Satan. En zij dienen iedereen in leven te houden. Ja, maar dat kan niet, Perry, want ze hebben in Auschwitz hebben ze Joden vergast. Ja, ik denk wel dat er Joden... Ja, daar heb je een punt. En bij D-Day hebben ze allemaal protestanten in flarden laten schieten. Heb je ook een punt. In Dresden hebben ze van iedereen vermoord. Hebben ze ook een punt. Maar dan nog... Ze kunnen niet iedereen afmaken. Ze kunnen niet iedereen afmaken. Dat is een doodsoptie voor hun of voor hullie. En zij maar een beetje belangrijk lopen doen met de MH17. Ja, maar dat was heel erg hoor. Want de MH17, er waren bijna 200 Nederlanders. En die hebben de dood gevonden in de Oekraïne. En dat was de schuld van Vladimir Poetin. En de aanslagen van 11 september 2001, dat was Osama Bin Laden. Nee, dat was Osama Bin Laden niet. En Vladimir Poetin heeft helemaal geen opdracht gegeven tot het neerhalen van een MH17. Dat was een actie tegen Indonesië. Hey, Indonesië, dat is een... Die zijn koranistisch geworden, ze mohammedanistisch, maar zelfstandig. Dus je kan zeggen, de Indonesische overtuiging van geloof. En die Indonesiërs die hadden gezegd, nou, wij willen graag kunnen handelen. En die katholieke kerk lijkt van, wat? Handelen? Ja, maar dat kan niet zomaar. Hoe ga je dan handelen? Nou, zeiden de Indonesiërs, we hebben de dinar en die andere. Een gouden munt en een zilveren munt. En een zilveren munt is gelijk aan een kip. Een mooie kip. Een eco-bio-kip. Dat is één zilveren munt. En een gouden munt, dat is gelijk aan een geit. Een eco-geit. Ja, die kregen ruzie met de paus natuurlijk. Want de paus houdt er niet van. De paus wil niet dat er gehandeld wordt zonder dat hij daar geld van krijgt. En dan ook nog zelfstandigen de Koran gaan lopen lezen. Terwijl de Koran... Ja, laat ik het niet ingewikkeld maken, maar het was tegen Indonesië. Punt.
omdat het zelfstandigen waren. Het is een soepzooi, maar niet mijn schuld. Ik kan het alleen maar constateren. En wat moeten jullie dan doen? De Bijbel gaan lezen misschien? Of de Koran? En lees hem zelfstandig? En bepaal je eigen conclusie? Misschien is dat het antwoord. Je kan luisteren naar mijn geoude hoerie op internet. Dat vind ik allemaal geen enkel probleem. Maar dat is toch gratis en voor de katse korte achternaam. Je hebt ook Sheikh Imran Hossein. Daar kan je ook naar luisteren. Maar doe het vooral zelfstandig. En bepaal je eigen relatie tot de werkelijkheid. Ja, maar Perry, de werkelijkheid is subjectief. Nee, homo. Ben jij maf? Jawel, want sommige mensen, als ze een baksteen loslaten, dan gaat die omhoog. Wat? Sorry? Ja, je hebt me wel goed verstaan hoor. Want sommige mensen, als ze een baksteen loslaten, dan gaat die omhoog. Oh, ben je nu het begrip omhoog aan het herdefiniëren? Ja, precies, want ik sta altijd op mijn handen. Dus mijn voeten die zitten altijd boven. Dus die baksteen die ging naar mijn handen toe. Dus noem ik dat omhoog. Nee, dat heet omlaag. Dus er is helemaal geen subjectieve werkelijkheid. Ben jij maf? Er is een werkelijkheid. En in de werkelijkheid is het zo dat als je een baksteen loslaat, dan gaat die omlaag. Ja. Ik hoop dat dit een mooie les Nederlands was. En oh, wat zijn mijn gordijnen aan het... Het lijkt Armageddon wel. Er komt echt een mooie frisse wind aan, maar geen regen. Hè? Maar het wappert wel goed. Ik laat het me even zo hangen. Gordijnen die hangen ook naar onderen toe. Snap je? Hey, dank jullie wel voor het luisteren naar deze uitzending over het begrip Nederlands. En de zwaarte die op onze schouders rust om die taal levend te houden. En dan niet met D&DT en niet die stomme woorden als erudiet en omdat en tenzij. Dat is vrouwige ouwe hoer. Met respect voor de vrouwen natuurlijk, want die moeten af en toe een beetje babbelen en dan zijn ze alles weer kwijt. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En nu schakel ik even over naar Duits. Dus niet allemaal gelijk, oh, Adolf Hitler komt eraan. Nee, ik heb het over Hamburgs. En Hamburg als stad, inclusief alle vrouwen, bejaarden, kleine kinderen, die zijn gevuurbombardeerd. Er zijn oude vrouwtjes tot aan hun knieën verdwenen in het smeltende asfalt. Gek, hè, dat Hamburg zo door bleef branden. Het leek wel een tunnel... Een furnace, moet ik zeggen. Van een oven. Ja. Ja, dan moet je de paus moet je daarvoor hebben. Die weet van fosfor. Hey, op zijn Hamburgs zag ik tjus. En dag lievers.